Industrial Records, met als eerste release Second Annual Report op 765 exemplaren verspreid. Toen waren de centen op en was de term industrial opgenomen in de rockjournalistiek. Groepen en figuren als Monte, Cazazza, SPK, Leather Nun, maar ook anderen die niets met het label te maken hadden, maar alles met dat geluid, gingen als industriële muziekgroepen de geschiedenis in. Zo ook Throbbing, Gristle, dat in de traditie van de Beatles en de Sex Pistols in mei 1981 ophield te bestaan. Chris en Cozy gaan als echtpaar en CTI hun weg, terwijl Genesis P. Orridge en Sleazy samen met Alex Ferguson Psychic TV oprichten. Hier begint ons verhaal, dat van het post-industriële tijdperk. Focus the will on one's true desires, in the belief gathered from experience that this maximizes and makes happen all those things that one wants in every area of life. Explore daily your deepest desires, fantasies, and beauty. Gradually focusing on what you really would like to happen in a perfect world, a perfect situation. Taking away all restrictions and practical considerations. What you'd really want. Then, decide to try and do it. The mere visualization of that true goal begins the process that makes it happen. Clean out the trappings and debris of compromise, of what you've been told is reasonable for a person in your circumstances. Be clear in admitting your real desire. Discard all irrelevancies. Ask yourself who you want as friends, if you need or want to work, what you want to eat. Check and recheck everything deeper and deeper, more and more precisely, to get closer to and ultimately integrate with your real self. Once you are focused on yourself internally, the external aspects of your life will fall into place. They have to. Skeptics will say they simply don't believe this psychic process works, but it does. It is the key to the temple.
The temple is the temple of psychic youth, het geesteskind van Genesis. Het tijdschrift Nanavish biedt op onregelmatige tijdstippen aan de hand van foto's, teksten en tekeningen meer informatie. In de muziek en teksten maakt Psychic TV veelvuldig gebruik van religieuze elementen, zoals Tibetaanse beenderen als instrumenten, opgenomen in de kelders van de Hellfire Club, 300 meter onder de grond. Religie en ritueel met de muziek als functioneel begeleider. Of wat dacht u van de tekst Listen carefully to these recordings. You might discover your true will. It is highly recommended as background music to your sexual games and blood rituals. Een tekst die staat afgedrukt op de hoes van de eerste Vagina Dentata organplaat, waarop twee volle plaatkanten lang het gegrom van hondsdolle wolven te horen is. Eerder al fragmentarisch gebruikt in Psychic TV-nummers als de Full Pack en Finale. Oh,
This record is functional to play only at selected times, of wat dacht je? Van Vagina Dentata Organ verscheen recent de maxi-picture disc The Triumph of the Flesh. 40 minuten exalterende drumritmes, wellicht ook bedoeld als ambient music bij een of ander pervers spelletje. Ga je gang. Vagina Dentata en de drummers van Kalanda. Bindend element tussen Vagina Dentata en Psychic TV is Tibet 93. Hij stamt uit Psychic TV en is nu met John Murphy, Steven Stapleton en Nick Rogers actief als Current 93. Een groep die in wisselende bezetting optreedt met Tibet 93 als spil. De thematiek van Current 93 haalt Tibet uit de suggestief griezelige sfeer van Necronomicon van de auteur Lovecraft. En bij de mystiek van de occulte grootmeester Aleister Crowley. Current 93 brengt net als andere Psychic TV afsplitsingen zijn platen uit op het Belgische Leila-label. Marc Monin, of Marc Hirsig zoals hij in het post-industriële bloedbroederschap heet, is platenbaas en loodst ons straks verder door deze Jeux Interdits. Thank you.
je bang van het geheil van Jo Megatherion of het grote beest, mystiek en ritueel, luister dan nooit naar Current 93. Over deze groep Marc Monin. Il y a le premier type qui faisait partie, donc le premier type c'était donc David Tibet qui a quitté Psyche TV à cette époque-là. Enfin, faut dire il n'était pas resté dans Psyche TV très longtemps. Il était juste il avait été copain avec tous les gens de Psyche TV pendant pas mal de temps. Il leur avait apporté beaucoup d'idées. Enfin, c'est en fait lui qui avait apporté dans Psyche TV tout ce concept de magie, etc. Les store crawling, des trucs comme ça. C'est lui qui avait apporté ça là-dedans. Qui avait bon, finalement donné envie aux autres de s'intéresser à ça aussi. Et il est donc parti du groupe. Et il a voulu continuer lui-même sous le nom de Current 93, parce que Current 93 c'était le premier disque. C'était donc, à l'époque c'était formé donc de David Tibet, de John Valens, qui à l'époque faisait aussi partie de Psych TV, et de Fritz Eumann en fait, qui était le... qui joue toujours avec 23 Skidoo, donc après un peu après le disque, donc ces trois gens ne s'entendaient plus beaucoup ensemble, et de là s'est formé donc deux nouveaux groupes en fait. Il y a eu donc Coil, puisque donc un peu après donc il y a John Valens qui est aussi parti de Psychic TV avec donc Peter Christopherson, et qui ont formé donc Coil, et d'autre part donc Tibet a continué à faire Karen. Het toeval, of zeg maar de goden willen, dat Current 93 en Coil hun vinyl in België uitbrengen. Leroy Records is een vreemde eend in de muziekbusiness. En dat niet alleen om het genre, maar ook om de manier van werken. Als we proberen te vinden een punt commun of een idee generaal de groep. Dat wil zeggen, daar kaal geschoren en met de nodige fetischen in de oren. Considéré comme leur ami, etc. Et bon, alors... Met name Coil. De groep van Peter Christopherson sinds die met Genesis P. Orridge gekapt heeft. Op de soundtrack van Coil wordt gestreefd naar een geluid dat de mannelijke seksuele energie moet stimuleren. Of dat lukt, moet u thuis maar eens proberen. Wij draaien van deze groep het nummer met de veelzeggende titel Rape, onder de groepsnaam Zoskaya. Pseudoniem waaronder Coil ook optrad vorig jaar december op het Berlijnse Atonaal Festival. Thank you.
Thank you.